Hey, Wesley hier. En in deze aflevering gaan we de wereld van de binnenvaart onderzoeken. Wat maakt deze sector nou zo tof? En wat mag je absoluut niet missen? Ook gaan we langs bij het nieuwste paradepaardje van de SCC-groep, de app Initio. Dit is een duurzaam, hybride en hierdoor super innovatief opleidingsschip voor studenten. Hij vaart namelijk niet alleen volledig elektrisch, maar ook op waterstof. Ik ben benieuwd. Ga je mee? In de jaren 70 is mijn opa richting Nederland gekomen via de scheepvaart. Samen met andere Kaapverdianen werkte hij op Nederlandse schepen. De arbeidsomstandigheden waren goed en mijn opa en zijn landgenoten waren loyale en harde werkers. Maar hoe is dat eigenlijk tegenwoordig in de zeevaart? Welke beroepen zijn er en wat zijn de kansen? Ik ben Wesley Dos Santos en ga voor jou op onderzoek uit. Want de zeevaart is machtig mooi. Vandaag ga ik op pad met student Floor. Hij is jong, leergierig en wil graag meer te weten komen over de binnenvaart. Nou, laten we snel naar binnen gaan, want hij staat al op me te wachten. Hey Floor. Hi Wesley. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, gaat goed. Gaat goed, goed zo. Hey Floor, kun je jezelf even kort voorstellen en ook aangeven wat je vandaag hoopt te leren? Ja, tuurlijk. Ik ben Floor, ik ben 18 jaar. Ik doe een opleiding op de STC in de Wouwhaven, in de haven. En ik ben nu heel benieuwd om een inkijk te krijgen in de binnenvaart. Tof hè? Nou, ik moet je zeggen, er staan sowieso heel veel leuke dingen op de planning. We beginnen de dag bij praktijk- en docentbegeleider Richard. Hij gaat ons alles vertellen over de opleidingen van de binnenvaart. Leuk. En nou, ik zou zeggen, hij staat er bovenal op ons te wachten. Ik ben heel benieuwd. We gaan. Ja, toch? Richard, zou je kort kunnen vertellen wat jouw rol is binnen STC? Ja, mijn rol is aan de ene kant docent, om ze de praktijkvakken te leren. Een stukje theorie hoort er ook bij. Vandaag ben ik met student Floor en Floor is echt heel erg benieuwd wat hij nou kan worden binnen de binnenvaart. Nou, hij kan een aantal dingen worden bij de binnenvaart. Hij kan matroos worden, daar beginnen we allemaal mee. Hij kan daarnaast leren en doorstuderen tot schipper. Mm-hmm. En hij zou zelfs kunnen doorleren voor kapitein. Ondernemer, manager. Dus je kan eigenlijk alle kanten op. Nou Richard, we staan hier bij een super toffe simulator, een soort GTA 5.0. Ja. Kun je wat meer over vertellen? Ja, we staan hier bij de Binnenvaart Full Mission Simulator. En we kunnen eigenlijk alle dingen die in de praktijk gebeuren. Hier laten zien. Super tof. Mag Ja, hij mag gewoon zitten. Ja. Wil je? Loopt. Ja, ga lekker zitten. Ja. Floor, ik zeg je eerlijk, je doet het supergoed man. Ja, dankjewel. Ja, je doet het supergoed. Dankjewel. Maar ik zou zeggen, laten we nu naar het echtje gaan. We gaan naar de App Initio. Ja. Nou Floor, ik ga je zo meenemen naar App Initio, het opleidingsschip van het SCC. Ik heb me trouwens laten vertellen, dat is een beetje, dat dit schip gewoon 4 uur lang kan varen, emissieloos kan varen, elektrisch, dus dat is wel sick. Ja, top. Dat is wel echt gek. En ik moet zeggen persoonlijk, als ik ook kijk naar mijn eigen missie, vind ik het wel belangrijk, hè? Duurzaamheid, om de wereld ook gewoon een stukje mooier te maken of achter te laten in ieder geval. Ja. Wat betekent duurzaamheid voor jou eigenlijk? Voor mij is duurzaamheid heel belangrijk. Ik denk dat duurzaamheid de toekomst is en dat over 10 jaar niks anders is dan duurzaamheid. Dat alles via elektrisch gaat. Ja, top man. Ik ook. Nou, ik moet zeggen, we zijn aangekomen. Ja. Laten we gaan bekijken, man. Ik ben heel benieuwd. Ga maar voor. Nou, Floor, we gaan zo vertrekken. Maar voordat we gaan, moeten we ook denken aan de veiligheid. We gaan een vestje aandoen en werkschoenen aan. Spring. Oh. Zo. Veilig, hè? Hartstikke veilig. Beter kan niet. Ja, man. Tof patas. Nou Floor, ik zeg eerlijk, ik ben benieuwd naar hoe het hier aan toe gaat, hier op het schip. Ik zou zeggen, zullen we allebei een kant op gaan, lekker ontdekken? Is goed. Zie ik je zo meteen ergens. Ik zie je ergens. Yo. Richard, dit is echt een super indrukwekkende machinekamer. Ja, kan je me wat vertellen? Want ik weet echt niet wat dit allemaal is. Ja, nou, ik kan er heel kort wat over vertellen. Ja. Dit is de pomperij, zoals we dat met een mooi woord noemen.
Dit varieert van het als we lekker raken om water uit de machine of uit het schip te pompen, zodat we blijven drijven, tot de leverancier van het water waar ze het schip mee schoonmaken. Dit is de vuilwaterinstallatie. We mogen niet zomaar alles wat we verbruiken in de keuken en toilet in de nieuwe Maas dumpen, zeg maar. Maar dat wordt hier gezuiverd. We varen op de elektromotor en op accupak. Maar mocht het zo zijn dat we elektriciteit tekort komen, dan kunnen we deze jongen, dus de generator, starten. En dan kunnen we, levert hij daar stroom om deze elektromotor te bedienen. Nederland heeft 8000 binnenvaartschepen, de grootste vloot van Europa. Op de App Initio kunnen studenten praktijkervaring opdoen. Dit schip is 67 meter lang, 8 meter breed en er kunnen 39 personen op slapen. Ik ga het even uitproberen. Bakbord. Stuurbord. Knopen. En naar links, naar links. Bakbord. Stuurbord. Floor. Lekker man. Even zitten hoor. En hoe is het tot nu toe? Superleuk. Lekker. Mooi schip. Trouwens, ik had net een gekke droom, hè? Oh. Dat je aan het varen was, nee, als schipper of iets? Nee, ik moet toch eerst de opleiding volgen. Oké, ja, zoiets dacht ik ook al. Nee. Oké, even een besefmomentje. Hè. Achter het roer zit op dit moment een studente, Amanda. Zij is zelfstandig dit hele schip aan het varen. Gaan we kijken? Ik ben echt benieuwd. Kom. Kijk, dit is Amanda. Eerstejaarsstudent, dus nu zelf aan het varen. Onder de Erasmusbrug. Je bent nu eerstejaarsstudent? Ja, eerstejaarsstudent op SCC, dan de binnenvaartopleiding. Ja. En ik doe dan de vierjarige opleiding, de kapitein. Wauw. En wat vind je er tof aan eigenlijk? Ja, je bent gewoon altijd ergens anders. Je wordt elke dag eigenlijk wel ergens anders wakker. En je ziet gewoon elke dag wat nieuws en het gaat eigenlijk nooit vervelen. Leuk man. Nou Floor, wat vond je ervan? Je werd aan het werk gezet. Ja. Wat vond je ervan? Nou ja, dat aan het werk gezet vond ik niet zo heel leuk. Ja, het moet wel een beetje werken toch? Nee, grapje. Nee, ik vond het superleuk. Ja. Gelukkig man. Zeker. Tof. Ja. En hoe vond je ervan, wat vond je van je eigen koers varen? Ja, leuk. Ik heb een hoop geleerd. Mooi. En ik zou zo kunnen beginnen. Mooi man. Nou, ja. Kijk, je moet natuurlijk wel eerst opleiding doen natuurlijk. Ja, precies. Maar kijk, wat ik persoonlijk altijd zeg, je eigen koers varen. Op het moment dat je dat doet, word je sowieso door niemand ingehaald. Dat is wat ik in ieder geval aan jou... Vind ik een hele mooie uitspraak. In ieder geval wat ik aan jou wil meegeven, zolang je eigen koers vaart, kun je door niemand worden ingehaald. Nee. En volg gewoon lekker je passie en gaat het helemaal goed komen, man. Super, leuk. Thanks voor vandaag, hè. Dankjewel. Is goed. Hoi. See you. Yo, thanks dat je hebt gekeken naar deze aflevering. Heb ik je interesse gewekt voor de zeevaart en wil je hier meer over weten? Check dan de website www.stc.nl. Ik zie je weer bij de volgende aflevering. Later!